daarmee ga ik verder met punt 15 van onze agenda. Het concept beleidskader sociale basis Amsterdam 2025-2032. Daar is één inspreker voor. Ik heb inderdaad hier nu de pet MOI op. Dat is de stichting waar ik nu voorzitter van ben. Ik heb meerdere petten op. Maar ik schaam me eigenlijk hier om hier te praten over een sociale basis 2025. Gezien er zoveel leed op de wereld is. Maar daar, het begint allemaal bij een bepaalde machtspositie. Een bepaalde beslissing. Foute beslissingen die worden genomen. En ik vind dat wel degelijk wordt genomen om de sociale basis 2025 zo in te zetten. Het start voor mij, en ik ben blij dat hier genoeg commissieleden zijn, als onafhankelijk partij. Omdat ik vind dat er te veel ambtelijke machtpositie wordt geuit in deze sociale basis 2025. En ik hoop dat er in de toekomst, of althans per direct een bepaalde commissie wordt opgesteld die bewonersinitiatieven ondersteunen zonder ambtelijke machtsposities in te zetten. Omdat heel veel buurtinitiatieven zijn communicatief niet vaardig. Ze zijn niet heel ondernemend denkend en hebben de ondersteuning nodig van een andere informele partij die wat verder bevorderd is. Zoals een onderneming die ongeveer 5 jaar nodig heeft om de ondernemingschap tot een succes te maken. Voordat men weet of men doorgaat of stopt. Dus ik hoop dat er nu uiteindelijk wat handvaten komen voor informele partijen. En dat er niet meteen maatregelen worden genomen door ambtelijke machtsbeslissingen, waarvan ik denk dat die worden gecommuniceerd zonder overleg met commissieleden. Omdat ik hier niet wil ingaan op wat er inhoudelijk bij mij allemaal heeft plaatsgevind, want dat gaat nooit in 3 minuten lukken. En ik mag helaas geen uitingen doen richting de pers, anders zou er vandaag gewoon door middel van een persuitzending op tv heel duidelijk worden gemaakt wat ik wil zeggen. Maar ik hoop dat hier gehoor aan wordt gegeven, omdat ik het heel erg vind dat informele partijen niet gehoord worden. U zei dat er te veel ambtelijke machtspositie wordt geuit in de sociale basis. Ik begrijp dat u niet zeg maar op titels in kan gaan, maar ik ben best wel benieuwd wat daarmee wordt bedoeld. Het is best wel breed. U geeft dus aan dat u liever heeft dat er een betere verhouding en meer aandacht wordt gegeven aan de verhouding tussen de informele organisaties zelf. Begrijp ik dat goed? Ja en nee. Even kijken. 10 jaar geleden werd er enorm geïnvesteerd in de samenwerking tussen informeel en formele partijen. En dat was top. Want uiteindelijk begon de Indische buurt specifiek te gaan groeien. Heel veel problemen werden aangepakt. En uiteraard bestaat en blijft er shopgedrag natuurlijk. Maar dat is een bijzaak als we het gaan hebben over Indische buurt breed. Dus de investering 10 jaar geleden was ongelooflijk goed. Nu wordt heel erg de informele partijen aan de kant gezet en wordt er heel erg gefocust op formele partijen, wat niet juist is. In plaats van het motiveren van samenwerkingen en de informele partijen gelijke kansen te bieden, zoals de formele partijen, wat niet gebeurt. Hoe zit die ondersteuning of meer aandacht voor? Heeft u bepaalde ideeën wat u graag terug zou willen zien, wat u bijvoorbeeld ziet bij formele organisaties? Ja, het is me strikt verboden om inhoudelijk in te gaan op alle uitingen die ik wil doen. Maar ik neem hierbij ook mijn buurthuis Archipel als voorbeeld. Die voornamelijk richting een formele partij gaat met foutieve argumenten van ambtelijke ambtenaren. Dank u wel. Ik zag mevrouw van Boven van de PvdA op het scherm. Gaat uw gang. Een eerdere vraag die ik had mevrouw Uitboeker ook al gesteld. Maar u had het er net ook over dat in uw ervaring er meer wordt ingezet op grotere partijen en wat minder op kleine partijen.
Ik heb dit niet expliciet in het nieuwe beleidskader teruggelezen. En ik heb ook nog een schriftelijke vraag ingediend hierover, omdat ik dit wel bij meer organisaties heb gehoord, dat dit een beetje de angst is inderdaad. En ook daar wordt aangegeven dat dat eigenlijk niet het geval is, dat er meer richting grote organisaties wordt ingezet. Dus ik vroeg me eigenlijk af waaruit dat blijkt uit uw ervaring, dus misschien niet uw specifieke situatie bij Archipel, maar waarop u dit eigenlijk baseert. Ik wil daar heel specifiek op ingaan, maar dat ga ik heel breed doen. Ik probeer het zoals me is aangeleerd zo diplomatiek te praten. De reden waarom ik dit zeg is dat er heel weinig aandacht besteed wordt aan informele partijen, is omdat het klinkt gek, maar voordat een werknemer weet dat er een sollicitatie voor haar functie of zijn functie is uitgezet, is die functie al uitgeschreven en vervuld. Richting formele partijen. En dat klinkt gek, maar het is een feit. En dat is mezelf ook al overkomen. Waar ik niet wakker van lig, maar wat mij wel zeer in het hart doet, omdat ik natuurlijk wat cognitief vaardig ben, maar heel veel mensen niet. Wat zijn uw ervaringen in de samenwerking met wat grotere en wat kleinere informele organisaties? Want dat lijkt mij een manier waarop er misschien nog aan beide wensen en noden invulling gegeven kan worden. Wat zijn uw ervaringen vanuit uw eigen werk daarmee, met dat soort samenwerkingen? Nou, ik ben heel blij met de samenwerking met grote partijen. Maar ik weet wel dat je als buurtinitiatief daar zelf sterk in je schoenen moet voor staan. Want je moet zelf kunnen voordragen van wat je kan, wat je wil, en jezelf je investeringen kunnen maken. En vol trots kan ik hierbij zeggen van dat met Oostbegroot Stichting MOI en Buurtas Archipel een van de initiatieven zijn met de meeste stemmen. En dat is gelukkig gestemd door de burgers en niet door ambtenaren. Want ik denk dat als we moesten afgaan op stemmen van ambtenaren, dan wordt het beleidmatig heel erg gezien, oké, we hebben nu er is een nieuw potje, vrij van 10.000. We hebben heel weinig geïnvesteerd in punt A en B. En laten we dan punt A en B op de kaart zetten, zodat we daar weer volgende keer op kunnen ingaan. En ik... Ja, het spijt me zeer om zo open te praten. En ik ben ook heel blij om op deze rode stoel te zitten, die wat zachter is dan die houten stoel daar. Maar het is echt... We leven gelukkig in een democratisch land. En ik wil daar ook gewoon vrij in praten. Het liefst wil ik ook daar inhoudelijk op gaan ingaan. En ik nodig zeker de commissieleden uit om, als men nog inhoudelijk meer vragen heeft, om persoonlijk in gesprek te kunnen gaan. Je hebt het over ondersteuning van informele partijen. Omdat, als ik je goed begrijp, die eigenlijk heel erg alleen zijn komen te staan de laatste jaren. Nadat er ruim 10 jaar geleden heel erg is ingezet, juist op die versterking van die sociale, of van die sociale basis tussen formeel en informeel. En dat dit de laatste jaren gewoon eigenlijk sterk achteruit gegaan is. Er vanuit overheidswegen meer een voorkeur is voor de grotere formele partijen ten opzichte van de kleinere informele partijen, die dus ook het onderspit delven, wat ik van jou begrijp. En je hebt het dan over ondersteuning voorbij het ambtelijke apparaat. Hoe stel jij je dat voor? Wat voor beeld heb je erbij? Wat voor ondersteuning zou dat kunnen zijn? Nou, ik vraag me als eerste af of de beslissingen die ambtenaren nemen, grotere beslissingen, als het gerelateerd is op sociaal beleid 2000 of sociale basis 2025, of dat überhaupt besproken is met de commissieleden. Want
Het lijkt me, ik zie vol verbazing wat verbazingsgezichten. Dus ik denk dat meer dan de helft van de mensen niet weten wat er heeft plaatsgevonden. En welke overgang er heeft plaatsgevonden. Dus ik zou wat meer transparantie willen hebben. En misschien wat meer zeggenschap van onafhankelijke partijen, mensen, personen. Richting zeker bestuursleden. Bestuursleden die worden voornamelijk geadviseerd door hun ambtenaren. En dat snap ik. Alleen als die ambtenaren niet een objectieve beslissing nemen, is het denk ik handig dat er ook gewoon onafhankelijke personen zijn die een beslissing daarnaast kunnen neerleggen. Dus het klappen doe je met twee handen. En dat gebeurt hier alleen maar met één hand op de tafel vanuit de ambtenaren. U zei ook zojuist dat er een paar jaar geleden goed was geïnvesteerd in juist die informele organisatie om die meer aan het woord te krijgen. Of kunt u dat toelichten hoe dat dan destijds ging? Het ontstond in ieder geval met het zelfbeheer van ruimtes. Daarmee is het begonnen. Toen ontstond er een community forming. Toen werd het plein op de schop gezet. Problematieken werden in kaart gezet. Er werd gesproken over initiatieven, wie welke netwerken en krachten hebben. Er werd een duidelijke uitvoeringsplan op papier gezet. Er werd heel duidelijk besproken van hoe er de uitvoering gaat doen. Er werd geen concurrentie veroorzaakt tussen verschillende partijen. Iedereen had zijn eigen stukje en daarmee vormden we een team. Een goede samenwerking naar buiten toe. Nu is het voornamelijk een bepaalde concurrentie veroorzaken, beslissingen nemen en de mensen elkaar uitspelen. En het is een foute manier van uitvoeren. Dus daarom daarom ben ik heel blij dat ik in Nederland leef, want je hebt hier de vrijheid van spreken en er vindt genoeg plaats in de wereld. Maar ik denk als we hier geen punten maken, komen we niet verder. Dank u wel. Ik kijk even verder. Ik zag een laatste vraag van meneer Versteeg van de BvdA. Ik vind het toch een beetje een ongemakkelijk gesprek. U doet verdachtmakingen aan het adres van ambtenaren. Volgens mij ook aan bestuurders. U heeft duidelijk een geschil. Ik kijk ook even naar de voorzitter. Hoe we hier nu mee omgaan. Ja, dank u wel. Ik had al even afgesproken met mevrouw de Heer dat zij hier zo eerst nog even wat over ging zeggen voordat we het gesprek tussen de Stadscommissie en de DB vervolgen. Dus goed dat u dat even aankaart. Ik snap wat u bedoelt. Vandaar dat ik ook meldde van als de commissieleden iets zouden willen vragen, dan kan dat altijd persoonlijk naar mij toe. Vandaar dat ik die mededeling ook deed. Bij deze. Ik zal niet ingaan op deze casus, maar ik wil wel hier gezegd hebben. Ambtenaren nemen geen besluiten, dat doen wij, het dagelijks bestuur. Dus u mag iedereen aanspreken, maar doet dat dan. Dus als het gaat over beslissingen, mag u mij en mijn collega's aanspreken. Niet de ambtenaren, wij zijn voor hen verantwoordelijk. Zij kunnen zichzelf ook niet verdedigen hier. We hebben dat vaker gezegd, dus ik hoop dat u dat ook in uw bijdrage daar rekening mee wil houden.